Vind je het plezant? Ja. En wat gaan jullie doen? We gaan boomplanten. Heel veel boomplanten? Ja. Komt dat op Google? Of wat komt dat? Op Kruibeke TV. Boom! Yes! Vind je het plezant om in de natuur te wandelen? Ja. Ja. Dus open ook, zal men een keer omdraaien. Ja. Ik heb mijn tractor. Wat staat er? Oh ja, dat. Dus nog even onthouden, weidevogelgebied, Slikken en Schorren, Elzenbroekbos en Ding-Ding. Voilà, we mogen naar het eerste plakkaatje wandelen. Welke dijk heeft het water tegen tijdens de storm, zodat het niet naar de dorpen kan? Ja, ik ga tot 3 tellen en dan mogen jullie het samen zeggen. Okay. 1, 2, 3. De Ring-Dijk! Ene plekjes bestaan uit een soort van modder die je ziet als het water laag staat in de Schelde. De andere plekken staan iets hoger aan de rand van de Schelde. Deze twee zorgen voor proper Schelde water en lekker eten. Hoe heten ze? Hier al, ik ga gewoon tot 3 tellen. 1, 2, 3. Slikken en Schorren! Ja. Deze plat is een hele grote wei in het overstromingsgebied waar je geen enkele boom ziet staan. Hier komen veel wijde vogels hun nestjes maken omdat ze ver kunnen kijken. Zij zien onmiddellijk dieren die hen zouden willen opeten doordat de bomen hier weg zijn en de boeren gemaaid hebben. Omdat deze wei ook nog eens heel nat is, vinden ze hier heel veel eten voor hun gezinnetje. Super, hè, mannen. Wilt u nog iemand voorlezen? Ja? Hoe heet de wei waar veel wijde vogels hun nesten maken? Wijde vogelgebied! Er 100 stuks. Nou, nu zelfs gaan we bomen planten. Hebben jullie er allemaal zin in? Ja! Goed. Awel, Christel, ik heb een moment. Jullie ja. Maal 12. Goedemorgen iedereen. Dat we allemaal meer dan één boom gaan planten. Ja. Dat we er waarschijnlijk elk 20 gaan planten. Ja. 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 Jullie kunnen op je handen staan. Goed. Moeten zoveel planten dan gewoon? Ik denk aan 20 per persoon. Dat moet wel lukken. Ik heb het nog niet. Ik heb dat niet gekregen. Ik heb een grote wortel. Waar gaat hem zetten? Daar. En daar? Ja. Een kutje pakken. Goh, wat goed. Ja, ben ik benieuwd. Hij pakt hem erop. Ja, maar nou voor de kelletje. Mooi vol, hè? Oh. Ik ken die al wel goed. Geen zes is het erop. Van een kruiling. Ja. Toch wel tof dat ze u komen helpen, hè? Zeker weten. Alleen had ik het nog niet gekund. Wat?
Wat was het? 16.000 bomen op een vrij week. Ja, maar ik denk dat er nog een beetje meer bij moet hier staan. Maar eens kijken. Ja. Oh, die kunnen namen aanhangen of? Ja, hadden we. Dat is Amai. Volgens mij gaat deze een heel grote boom worden. Ja. Gaat ook een grote wortel. Ja. Als het groot geworden is, ga eens komen kijken. Zal het een grote boom worden? Ik hoop het. Wie wil er nog een boompje? Dat is een mooie naam. En heb je zelf geschreven? Ja. Hopelijk groei je goed. Dat hopen wij samen. Een goede, grote en dikke boom wordt. Ja. Hopelijk toch? Ik heb er nog eentje geplant, maar ik heb maar één ding kunnen meer. Hoeveel boompjes heb jij geplant? Ik heb er 3 geplant. Ik 7. 7? Amai. Dat is flink. 5. 5 boompjes geplant? En jij? 5. 5 boompjes. 1 en alleen, 2 alleen en 3 mekaar. Waren jullie content van de boomplanters van dat juist? Ja. Zeker, zeker. Enthousiastelingen, hè. Zijn het experten in de boomplantkunde? Ja, de ene meer dan de andere. Maar ze doen dat goed. En was het plezant? Ja! En juffrouw, zijn ze braaf geweest? Ze zijn heel braaf. Ja, absoluut.